Dus je moet echt geïnteresseerd zijn in wie staat hier. Het moeten niet 12 nummers zijn waar ik mijn les op afdraai die ik heb voorbereid. Nee, ik wil naar die groep kijken. Hoe komen ze binnen? Wat hebben ze meegemaakt? Wat hebben ze die dag meegemaakt? Dat is al belangrijk om te weten voordat je met een groep gaat werken. Oké, welkom bij weer een aflevering van Scherpschutters. In deze speciale serie gaan we het hebben over trainen en opleiden binnen politie, defensie en marechaussee en aanverwante beroepen. En we verkennen wat vragen met de top-experts, zoals jij, Marco, over wat nou een goede training maakt, wat een goede instructeur maakt en hoe we eigenlijk in essentie mensen voorbereiden op het uitdagende werk op straat of bij defensie op uitzendingen. En daarvoor gaan we in gesprek met een aantal mensen zoals jij dus. Ja, superleuk. Ja. En voordat we beginnen nog eventjes. Dit is ook een soort van, zou je kunnen zeggen, een soort eerbetoon aan al die docenten, instructeurs en opleiders. Die er soms toch wat bekaaid van afkomen qua, niet dat ze aandacht willen. Daar ben jij een voorbeeld van, hè. Maar ze staan er elke dag wel voor onze mannen en vrouwen, jongens en meiden. Dus ook aan al onze collega's van politie, defensie. Dankjewel voor jullie bijdragen. Maar voor nu, Marco, misschien is het leuk als je jezelf introduceert. Ja, Marco van Hulst, ja. 46 jaar, woon in Tegen Breda aan, heb twee jonge kinderen, twee zoontjes, één van bijna 4, één van bijna 1. Zijn met een oud huis bezig wat we langzaam op aan het knappen zijn. Nou, de kinderen maken dat ik geen hobby's meer heb. Nee. Anders dan voor de kinderen zorgen. Ja. De net al even over gehad. En dat is ook niet erg. Dat hoort erbij. Dat is hartstikke mooi. Ja. Werkzaam op de politieacademie. Ja. Sinds 2001 in verschillende opleidingen gewerkt. Momenteel in de docentenopleiding. Ja. De IBT-docentenopleiding. De politieacademie, kun je vertellen? Want je zit op Ossendrecht. Maar... Ja, de politieacademie heeft natuurlijk meerdere locaties. Ja. En onze hoofdlocatie van VPO, het voortgezet politieonderwijs, zit in Ossendrecht. Ja. En daar, dat is feitelijk bij standplaats. Daar en wat voor opleidingen draai je daar? Waar moet, voor iemand die niet uit de politiewereld komt, wat voor opleidingen draai je daar bijvoorbeeld? De opleiding voor mobiele eenheid, de opleiding voor persoonsbeveiliging, dat soort opleidingen, maar ook docentenopleidingen. Eigenlijk post-initieel werd het vroeger ook wel genoemd. Ja. Je werkte al als politieagent op straat. Je wil feitelijk bij een andere eenheid werken, veel ander werk gaan doen. En dan zijn er een aantal opleidingen die je bij ons daarvoor kan volgen. Ja, en jij werkt dus bij de docentenopleiding onder ja, dat is het meest zwaartepunt gedurende. Ja, en momenteel hebben we een nieuwe opleiding ontwikkeld. En die heet op het moment de opleiding tot specialist onderwijs geweldsbeheersing. En in de volksmond is dat de IBT-docentenopleiding. En wat zijn dat voor mensen? Dat zijn de mensen die in de operatie bij de nationale politie de collega's trainen om op straat veilig en verantwoord hun werk te kunnen doen. Binnen het domein geweld natuurlijk, binnen het domein van geweldsbeheersing. Want daar heeft ook altijd, Joon, we gaan nog gelijk de inhoud in, maar ik kom zo nog ook weer terug bij Marco zelf hoor. Maar we hebben het dus over geweldsbeheersing. Hè? Ja. Nog eventjes horen, want het is zo'n dure term, maar... Nou, alles wat te maken heeft met situaties waarin je geweld probeert te voorkomen. Tot en met in het ergste geval het geweld toe te moeten passen om de situatie onder controle te krijgen. Ja. Van alle variaties van verbaal tot fysiek, tot het inzetten van geweldsmiddelen. Ja. En daarin leid jij, of jij en je collega's leiden daarin docenten op die dat vervolgens weer aan de dienders op straat uitleren. Heb ik het zo goed samengevat? Ja, absoluut. Oké. Okay. En hoe ben je daar zo terechtgekomen? Ja, dat is een toevalligheid geweest eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Oké. Okay. Ik heb de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gedaan, ooit in Tilburg, toen hij nog in Tilburg zat. Daar ben ik in het jaar 2000 afgestudeerd. Ik wilde heel graag het speciaal onderwijs in. Ik heb allerlei differentiaties toen gedaan in het speciaal onderwijs, kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Alleen in die tijd was het heel moeilijk om daar echt een goede vaste baan in te krijgen. Je stond al gauw op 4, 5 verschillende scholen om aan je totaal aantal uren van die
week te komen. En ik had ook wel iets in me dat ik gewoon met een vast team wil werken. Waar je gewoon elke dag mee werkt. Ja. In plaats van je komt elke dag op een andere school. En je bent er vervolgens weer 4 dagen niet. En met mijn afstuderen kwam er toevallig een vacature voorbij. Voor een project in Apeldoorn. Waar ze een sportdocent vroegen om les te geven binnen de schakelklas, heette dat toen. Dat waren mensen die vielen af tijdens de keuring bij de politie. Hadden in potentie wel genoeg in zich om met wat bijscholing toch weer in die keuring terecht te komen en er dan wel bij te komen. En daar gaf ik sportles. Dat was eigenlijk mijn eerste stap op het gebied van de politie. Ja. Ja, en dan rol je daarin en dan komt er uiteindelijk een vacature op een politieschool. Dat project ging eindigen en dan word je daarop getipt en dan ga je eens praten en je solliciteert. En in één keer was ik docent fysiek mentale vorming op de basis politieopleiding. Zo. En ja, vanuit die stap ga je langzaam dan jezelf verder ontwikkelen. Je wordt opgeleid tot IBT-docent, docent integrale beroepsvaardigheidstraining. Dat zijn nogmaals even voor de kijkers die niet van de politie komen. Dat zijn dus, zou je eens kunnen zeggen, politietrainers? Ja, op het gebied van geweldsbeheersing. Ja. De integrale beroepsvaardigheidstraining staat voor feitelijk het trainen in het geweldsdomein. Ja, in politiesituaties. In politiesituaties. En dan geef je, ik ben zelf ook IBT-docent geweest, dan geef je dus van vuurwapentraining. Aanhouding, zelfverdediging, mentale vorming die daar doorheen gaat. Dat soort thema's komen dan aan bod. Okay. Wil ik zo uiteraard nog verder gaan. Zeker omdat ik jou beschouw. Ja, ik heb zelf bij jou in de klas gezeten, om het zo maar te zeggen. Ontzettend veel van je geleerd. Ik beschouw je ook eigenlijk wel, nou, dat mag je natuurlijk niet zeggen, maar in ieder geval als een van de meest begaafde didactici. Didacticus. Ik voel me vereerd. Ja. Maar even terug naar die ALO. Hè. Wat voor jongen was jij die naar die academie lichamelijke opvoeding ging? Ja, ik kwam, dat is wel raar om te zeggen natuurlijk. Je gaat naar een ALO en je komt er een jaar later achter dat je daar leert lesgeven. ik wist niet zo goed wat ik wilde. Ik hield van sporten in die tijd. En dan hoor je dat er mensen naar een academie voor lichamelijke opvoeding gaan. En dat je daar veel mag bewegen, dat je veel mag sporten. Ja, dan ga je daar kennelijk in mee. Dan ga je daarvoor trainen. Je gaat de keuring in en dan word je gekozen. En dan loop je op die ALO rond. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik moet hier les gaan geven. Nou, en ik vroeger, als ik een spreekbeurt moest geven, lag ik 6 weken wakker. Ik kreeg rode vlekken in mijn nek. Oh ja. Voor een groep staan. Nou, ik weet niet waarom ik dit gekozen heb. Maar uiteindelijk ga je daar dan toch in. En blijkt dat je toch vooral met kinderen in die tijd te liggen en interessant te vinden. En dan ga je die opleiding in. En dan doorloop je hem. En dan loopt het leven zoals het dan loopt. Hè? Ja. Je wil dat speciaal basisonderwijs in. Maar je komt bij de politie terecht. Eigenlijk een toevalligheid. Ja. Wel natuurlijk vanuit ook een affiniteit met zelfverdediging in je rugzak. Een achtergrond daarin. Wat had jij iets met zelfverdediging? Als ik je zo... Ja, dat is wel een passie geweest. Een van de passies. Ik ben wat dat betreft een allrounder, vind ik zelf. Ik vind veel te veel leuk. Ik zou eigenlijk alles willen kunnen wat er maar te kunnen valt op fysiek gebied. Maar ja, je moet daarin toch keuzes maken. Daarom paste de ALO denk ik ook wel bij mij. Hè. Daar word je ook gewoon allround in het bewegen opgeleid. In plaats van dat je in één specifieke tak van sport gaat excelleren. Ja. En als je jouw karakter zou kunnen omschrijven. Ik zou nog even te zoeken naar wat voor jongen zit dan op de ALO. Wat... Ja, in die tijd, wat ik later heb begrepen, iemand met een zekere uitstraling, maar met een hele onzekere achterkant, als je achter de coulissen zou kijken. Hmm. Ik wil niet zeggen dat ik een zware jeugd heb gehad of een moeilijke jeugd, maar mijn thuissituatie is niet heel prettig geweest. Met een vader die niet heel prettig geweest is altijd. Vroeg het huis uitgegaan. Op mijn 16e woonde ik niet meer thuis. Zat natuurlijk nog wel op school. Dus dat heeft wel impact gehad op hoe dat ik toen was.
En waar ik tegenaan liep. Ja, ik denk wel eens dat de academie me gered heeft op een bepaalde wijze. In welke wijze? Die gaf toch wel een stuk zingeving en een stuk doel, waardoor ik andere zaken los heb weten te laten, waar je wellicht op het randje van stond om daarin te vallen. Je krijgt vroeg of laat bepaalde vrienden. Je wordt een bepaalde kant op getrokken. Wil je daarin mee? Wil je daar niet in mee? Die academie die heeft mij denk ik wel gered in die zin. Ja. Ja. En de academie is natuurlijk gewoon een gebouw van steen, zeg maar. Hè? Ja. Waren er ook mensen die waarvan je zegt van die zijn belangrijk voor mij geweest? En zo ja, hoe? Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal docenten geweest waar je in een bepaalde mate tegenop kijkt. Waarvan je denkt, hè, in het begin van het leren lesgeven, leren instructie geven, denk ik dat iedereen wel een voorbeeld in zijn hoofd heeft van zo zou ik het ook willen doen of kunnen of dat wil ik evenaren. Later leer je dat je vooral jezelf moet worden daarin, maar in beginsel is het niet verkeerd om je te identificeren aan een goed rolmodel, aan iemand die je hoog hebt staan en waar je zelf aan afmeet. En er zijn er wel een aantal van geweest in die tijd die voor mij belangrijk zijn geweest. Is daar een voorbeeld van te noemen, van waarvan je zegt, nou, dat is wel een belangrijke persoon geweest? Of iemand die wat gezegd heeft misschien? Misschien niet in die tijd echt een specifiek voorbeeld. We praten toch alweer over 20 jaar geleden. Maar er zijn nog steeds contacten met collega's van de ALO. We werken er in ons onderwijs ook mee samen. Hè? Met Fontes Sport Hogeschool. Waar ik toch regelmatig nog mee spar en geïnspireerd door kan raken. Ja. Los van het feit dat het een hele mooie tijd is geweest. Ja. Die opleiding is het ook voor mij wel een lastige tijd geweest. Want ik was nog volledig bezig om mezelf te vinden. Ja. In een tijd waarin iedereen zich profileert om uniek te zijn, om op te vallen, om iets te worden van wat je zogenaamd moet worden. Ja. Heb ik wel geworsteld met de geschiedenis die nog net achter me lag. En die passie die voor lesgeven ontstaat. Dus daar was ik aan het worstelen. En ik heb dan zelf, dat weet je natuurlijk, hè, ik heb zelf ook dan een vrij pittige jeugd gehad. En voor mij is een rolmodel altijd wel heel belangrijk geweest. En ik zit er ook wel eens vaak terug te denken van, wat betekent dat voor mij nu als docent? Als ik mezelf verplaats aan dat jochie van 18, ja. Van wat voor docent zou je dan iemand toewensen? En als je nou terugkijkt, hè, naar jij op die leeftijd, wat voor docent heeft daar of zou daar een verschil kunnen maken voor zo'n jongen als jij? Een docent die aansluit bij waar jij tegenaan loopt, daar zich in kan leven. En dan met de juiste prikkeling je een andere kant op kan duwen. In ieder geval het inzicht kan geven, zodat je zelf die andere kant op wil. Hè? Want we praten over gedragsbeïnvloeding en dat lukt meestal alleen, redelijk gechargeerd nu, hè, maar als het een zelfgewilde verandering is. Ja. Dus op een of andere manier moet je geïnspireerd, geprikkeld raken om enerzijds te beseffen dat je misschien niet goed bezig bent en anderzijds te zien waar je naartoe wil. Dus een helder doel voor ogen hebben van nee, ik wil die andere kant op. En dan moet het iemand zijn die daarbij aansluit, die bij je past. Dus zo iemand had ik wel in die tijd graag gewild. Ja. En in het schoolsysteem van toen liep ik vooral tegen docenten. En dan praat ik over de middelbare schooltijd, waarin ik het huis uit werd gezet door mijn vader. Er was weinig begrip. Begrip van? Van docenten in dat onderwijs. Misschien omdat ze dat niet helemaal wisten. Misschien omdat ze mij vooral heel erg lastig vonden. Wat ook absoluut zo was, denk ik. Als ik daarop terugkijk. Ik heb de hoop dat daar tegenwoordig meer aandacht voor is. Dat als mensen op die leeftijd in de knoei komen te zitten door thuissituatie, door andere zaken, dat daar anders op gereageerd kan worden. En hoe kunnen we dat doen? Ik ben nou toevallig, gek genoeg, ben ik docent zelf op de Academie Lichamelijke Opvoeding. Dus ik zit nu een beetje in
in de rol. Ik heb allemaal Marco's misschien wel in mijn klasje zitten. Of allemaal. Wat zou dan wenselijk zijn? Als je nou, feitelijk het inzicht dat dat een belangrijke rol is van een opleidingsinstituut. Om dat in het docentschap te borgen en in andere zaken te borgen. Dat als op gaat vallen dat iemand ergens mee worstelt. Ja. Dat je daar de juiste hulp bij krijgt. Ja. In plaats van alleen maar de misschien bijna zakelijke kant genoemd. Je moet docent lichamelijke opvoeding worden. Of je moet in dat geval moet je het VWO halen. Je moet je diploma halen. Want anders kan je niet door. En ja, ik denk dat dat vooral een mindset is. Ik weet niet of dat helemaal het juiste woord is, maar als daar je focus ligt, dan is dat ook iets waar je voor open staat en wat je waar gaat nemen als het goed is. En de focus van de docent. Ja, de focus van de docent. Ja. Als we die een woord zouden geven, dus dat is wat voor focus heeft die docent dan? De menskant. De menskant, ja. Ja, ja, zie je wat er in je les staat. Ja. Is dat een nummertje wat iets moet leren? Of is dat een mens die binnen een bepaalde context in jouw les staat? Hmm. Die met een bepaalde rugzak in jouw les staat. Of een bepaalde thuissituatie. Of ja, wat er dan ook aan de hand is. Als we dan een hele grote sprong voorwaarts nemen, zeg maar. En parallel trekken met politietraining. Ik noem het maar even zo, politieonderwijs. Als ik me heel even op mezelf terug betrek. Nou, ik zal ergens in de 35 zijn. Ik ben best wel oud als IBT-docent. Of oud. Ik was ook geen jonkie meer. Maar ik was wel heel erg inhoudgericht, al terugkijkend. Hè? Dus ja. ik weet niet of ik zelf die... Nou, dat weet ik wel zeker trouwens. Ik heb die menskant lang niet altijd gezien. Wat is jouw ervaring in het IBT-politieonderwijs? Die menskant van het onderwijs? Nou, ik kan hem vooral algemeen, denk ik, uitleggen. Ook vanuit eigen ervaring. Volgens mij is het volstrekt logisch dat je als jong startende... instructeur, docent, trainer. Met hoeveelheid levenservaring die je op dat moment hebt en wat voor jou belangrijk is. Logischerwijs op die inhoud gecentreerd bent. Je bent zelf nog jong, je bent als het goed zelf nog vaardig. Je denkt veelal vanuit kunnen de vaardigheden nog beter? Moeten we ze niet beter trainen? Moet dat niet met een ander systeem? Je kan uren kapot gooien over hoe je het beste klaar moet staan om in actie te komen, bij wijze van spreken. En dat is als je jong bent, denk ik, heel normaal. Ja. Pas als je wat verder in dat docentschap groeit, als je meer ervaring krijgt, als je zelf ouder wordt, het wijzer worden, gaan er andere dingen belangrijk worden. Past wellicht ook niet dat je op een wat oudere leeftijd nog heel erg met de fysieke kant of de vaardigheidskant bezig bent. Ik denk dat je daar jonge specialisten voor moet hebben die daar nog heel erg gepassioneerd voor zijn. Hmm. Het is een hartstikke belangrijk onderdeel van het leerproces. Ja. Hè? Dus ik wil hem zeker niet naar beneden halen. Ja. Absoluut niet. Verre van dat zelfs. Maar ik zie daar bij mezelf ook wel een ontwikkeling in. Hè? Okay. Dat je van dat heel belangrijk vinden... Ja. Gaat naar dat wat meer genuanceerd naar kijken. Gewoon omdat je focus op een ander vlak komt te staan. Ja. En dan komt die menskant steeds meer naar voren. Ja. Ja. Is dan een zou je kunnen zeggen, is dat dan een soort van reflectie van je eigen ontwikkeling? Ik denk het wel, ja. Ja. En die zie ik ook bij anderen. Oké. Okay. Dus ik meen te zien, hè? Ja? Ik heb nooit onderzocht, ben een wetenschapper, maar ik meen wel te zien dat bij iedereen zo in die ontwikkeling zit. Ja. En wellicht is het ook zo dat je die eerste fase nodig hebt om in die andere fase terecht te komen. Ja. Dus eerste fase als trainer, instructeur, docent, dat je een soort van inhoudsgericht bent? Of hoe is taakgericht, inhoudsgericht, zoiets? Inhoudsgericht. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat wel de eerste stap is. Ja. In het groeien naar docentschap. Ja. Dat is jouw vast misschien ook, hè? Toch? Dat is jouw vast. Ja. Je bereidt je training voor. Je bent expert in die inhoud. Je kan het goed voordoen. Je kan het goed uitleggen. Ja. En je hebt waarschijnlijk de mening dat dit de best mogelijke inhoud is die je brengt. Hè? Want ja, zeker. Ja. Anders breng je het niet. Nee, precies. En toen er op die ALO ontstond daar passie voor lesgeven. Want je wou eerst helemaal niet voor een groep staan. Nee, maar daar ontstond echt een passie voor dat lesgeven. En in die tijd met name om iets te betekenen voor kinderen die het moeilijk hadden.
Dus ja. Kinderen die dan wel door leermoeilijkheden, dan wel door opvoedingsmoeilijkheden, slechte thuissituaties in dat speciaal onderwijs terechtkwamen. Ja. En daar die begeleiding op kunnen, daar iets voor kunnen betekenen. Dat was hetgeen waar ik eigenlijk in verder wilde. Maar opeens zit je dan op de politie, in het politieonderwijs. Ja. Hoe was dat een schok? Nee, wat ik er net zei, hè, dat is een toevalligheid waar je inrolt en dat is dan ook interessant. Maar je stond opeens tussen allemaal lui in uniform. Ja, jonge collega's die net het uniform gingen dragen in opleiding en dan stond je daar als docent. Zo. Ja. Ja. Hoe hield je je staande? Want je was net van plan om met kinderen te gaan werken. Door dat je dan kennelijk toch op die ALO hebt geleerd om heel zeker voor een groep te staan, terwijl je dat misschien nog helemaal niet bent. En uitstralen dat datgene wat je leert, dat belangrijk is. Wat je uitleert, dat belangrijk is. En de juiste aanwijzingen probeert te geven. En ik kan me niet voorstellen dat er in die begintijd geen studenten zijn geweest die hebben gedacht van, je start ook. Ja. Dat is ook niet erg, hè, want je moet ergens beginnen. Ja, ja. Maar dat is wel een leercurve geweest natuurlijk met leuke anekdotes of situaties waarvan ik nu denk van, ja. Heb ik dat gedaan, in lessen? Ja. Ja. En hoe dealde je daarmee, zeg maar? Was je voldoende voorbereid? Als docent heb ik het over, hè? Om daar binnen die politieonderwijs, hoe is dat gegaan? Nou, feitelijk tijdens het werk. In het begin, ik weet wel dat ik toen ik in Eindhoven startte, een aantal weken, toen er ook nog een opleidingslocatie in Heerlen was, daar lessen mee ging kijken. En ik letterlijk de les die ik vorige week had gezien, de week daarna, zelf gaf. Ja. En maar hoopte dat ze geen vragen stelden die in de les die ik had gekeken niet gesteld waren. Ja. Dus dat heeft wel een tijd nodig gehad voordat je in die zekerheid groeit en ook daadwerkelijk de snaar gaat pakken van wat jouw rol daar is en wat je daar behoort te doen. Ja. En dat is gaandeweg de rit gebeurd. Ja. En als ik mezelf nog even herinner, want ik gaf iets op mijn 17e, 18e gaf ik al karatelessen op een karateschool. Maar ik was, ik was vooral met mezelf bezig. Het enige houvast was dat ik heel hard kon schoppen. Ja. Dat kon je dan heel goed voordoen. Dat deed iedereen je na. Dus dan, dat voelde wel oké. Okay. Wat was jouw houvast in die tijd? Ja, ook die vaardigheid. En ja? Dat goed voor kunnen doen. Ja. En natuurlijk, dat is allemaal in een oefensetting. Hè? Dus ja. Het goed voordoen is maar relatief. Ja. Maar als ik terugkijk, dan hebben we daar veel dingen gedaan waarvan je nu kan zeggen, waarom zat dat in het programma? Want dat ben ik heel benieuwd. Het zijn gewoon vaardigheden die buiten op straat natuurlijk en nooit werken. Bepaalde polsklemmen in bevrijdingen, dat soort dingen. Bepaalde weertechnieken op aanvallen. En dan krijg je de Jim Carrey-achtige sketch in je hoofd natuurlijk. Hè? Ja. You attack me wrong situaties. Die ontwikkeling zijn wij ook doorgegaan, ben ik ook doorgegaan. Had je dat al door in die tijd, dat het niet helemaal klopt? Nee, in het begin niet. Op een gegeven moment ga je dat wellicht voelen, maar het is volgens mij een dynamische beweging door heel veel mensen geweest, waardoor we langzaam zijn gaan zien met z'n allen dat zuiver budo-achtige stijlen een veel mindere plaats in die trainingen zouden moeten hebben. Ja. Het straatgevecht ziet er heel anders uit als het gevecht in de dojo. Ja. Met allemaal regels. Ja. Dus dat is volgens mij een proces waar heel veel mensen een bijdrage aan hebben geleverd. En langzaam ga je dat wellicht zelf ook zien of voelen. Ja. En denk je vooral terug op situaties van, deed ik dat echt? Daar zijn ze niet veel beter van geworden. En waar staan we nu? Als even, want dit gaat in feite over realistisch trainen, denk ik toch? Hè? Ja. Ja. Waar staan we nu anno 2022 op dat stuk in vergelijking met toen? Ah, vele malen beter. Ja? Het ontwikkelt zich continu door. En ik denk dat er om de zoveel tijd weer nieuwe inzichten komen die doorgevoerd kunnen worden. Soms komen er al nieuwe inzichten waar de tijd, de organisatie, de context nog niet klaar voor is. Kun je eens een voorbeeld geven, een concreet voorbeeld waarvan je zegt dat doen we voor mijn gevoel nu echt beter in de training? We kijken veel meer naar meervoudigheid.
Leer iets uit. Ook op het gebied van vaardigheid, wat in veel meer contexten, veel meer situaties toe te passen is. En niet exclusief voor één situatie. Je kan 80 verschillende manieren aanleren om jezelf te verweren op een fysieke aanval met trappen en stoten. Ja. Wat gelukkig het inzicht is geworden, is dat één manier daarin die altijd werkt het beste is. Ja. Vraagt veel meer trainingstijd en vraagt natuurlijk met alle wetenschappelijke principes die eronder liggen, vooral de mogelijkheid van ons systeem om dat onder die moeilijke, stressvolle omstandigheden er ook uit te laten komen. Ja. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat is wel sterk verbeterd. En er zit mogelijk nog steeds verbetering in. En denk je dat we, of vind je dat we realistischer trainen ook op het gebied van geweld? Ja. Toepassing? Ja. Ja. Okay. Ja, absoluut. En ik denk binnen alle diensten. Of dat nou politie, mogelijk brandweer, gezondheidszorg, wat ik van jou natuurlijk wel eens hoor. Ja. Dat ontwikkelt zich continu door. Ja. Hey, dan, want hier komen we uiteraard nog op over wat een goede training is, een goede docent. Maar ik ben nog wel even benieuwd naar die passie voor het lesgeven die ik ook heb uiteraard. En dan, hoe is dat verder gegaan bij de politie? Ging dat vuurtje steeds harder branden? Nou, je komt eerst natuurlijk in verschillende opleidingen terecht, ja, waarin je nog steeds passie voor die inhoud hebt. Ja. En ook op zoek bent naar meer kennis, meer ervaring bij verschillende doelgroepen op die inhoud. Dus na 2,5, 3 jaar in die basispolitieopleiding ben ik overgestapt dan naar het voortgezette politieonderwijs in Ossendrecht. Ja. Heb ik in die ME-opleiding een tijd lesgegeven. Aanhoudingseningen, eenheid, wat andere opleidingen. En je groeit langzaam door naar wat meer in de breedte verschillende opleidingen verzorgd. Hoe was dat dan, zeg maar, om zo? Dan sta je in één keer bij zo'n ME-opleiding met die wapenstokken, schilden en wat ze ook allemaal hebben. Hoe was dat voor jou? Ja, dat was ook bijzonder, want dan begint heel even opnieuw wat je 2,5 jaar daarvoor in die basispolitieopleiding hebt meegemaakt. Hè? Je start in die opleiding en gaandeweg leer je daar meer van en leer je daar meerdere lessen van verzorgen en groeit je ontwikkeling daarin door. Ja. Maar kun je concreet herinneren of terugvoelen dat je daar dan met die lui staat? Of wat moest je doen? Bepaalde lessen op de hindernisbaan. Waarin ze leerden om met bepakking te verplaatsen. Waarbij we starten op de hindernisbaan, maar waarbij het doel was, ze moeten dat op een gegeven moment in een operationele context, moeten ze bepaalde hindernissen kunnen beslechten. Dus daar zat een lessenreeks in waarin je vanuit die hindernisbaan uiteindelijk in volle bepakking in dat oefendorp terecht kwam. Waarin ze onder druk op muren moesten klimmen of van muren af moesten klimmen. Dat soort lessen. De technische vaardigheid van het omgaan met een wapenstok en een schild. De toepassing daarvan in die operationele context, in die linie. Jij hebt die inhoud dan ook eigen moeten maken, toch? Of niet? Ja, dat leer je dan redelijk snel door mee te draaien met ervaren collega's waar je eerst naast gaat staan. Ja. Dat was gewoon een inwerktraject. Ja. Je komt niet meteen natuurlijk droog zo op zo'n groep te staan. Nee. En dan is het door schande en schade ook wel eens wijs worden. Hè? Dat je soms iets zegt en dan krijg je de feedback van de operationele mensen van wat je nou zegt klopt niet. Nou, dat kan. Kun je nog iets herinneren of niet specifiek? Nee, geen specifieke dingen, maar soms gaat natuurlijk echt wel in die context opvallen dat je wellicht niet helemaal de snaar raakt van hoe het in het werkveld gaat. Van prettige studenten die dat durven, krijg je dan daar feedback op. Ja. En als je daarvoor open staat, ga je daarvan leren. Ja. Ja. Ik heb zelf wel, als ik terugging, voor mij was het vuurwapenmoment wel een mijlpaal, als je het zo mag noemen. Het gaat over vuurwapens. Maar ik gaf zelf altijd wel vechtsportlessen en sportlessen en mentale vorming en samenwerkingstrainingen. Maar dan in één keer op zo'n schietbaan staan, dus waarbij je natuurlijk eerst zelf vuurwapenvaardig wordt. Je gaat zelf met het vuurwapen trainen. En dan heb je opeens een klasje van 12 man op een vuur of op een schietbaan staan. Dat is gewoon spannend. Ja, dat was echt spannend. Ja. En ik kan me ook wel herinneren dat wel invloed had op mijn manier van lesgeven. Want ik had er wel door van de old school tricks. Die werkte even in de dojo. Dit was voor andere koek. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, wel hetzelfde. Absoluut.
En uiteraard omdat heel die schietbaan in het kader van veiligheid gewoon een wat andere wijze van werken vereist. Ja. Zeker in de beginfase van het leerproces waarin mensen voor het eerst met een wapen om leren gaan. De veiligheid vereist dat je daar een wat strakkere manier van werken, een wat strakker lesklimaat wegzet. Als dat je met zelfverdediging wellicht in een dojo kan doen. Ja. Ja, dan moet je dan toch wel weer jezelf opnieuw in leren te vinden. En dat is jezelf weer eigen te maken. Om vervolgens weer te zien waar je wellicht ermee kan gaan spelen. Maar veiligheid op een schietbaan, ja, daar ontkom je niet aan. Nee. Nee. Die fout in de dojo levert een blauwe plek op. Ja. Gekscherend gezegd. Die fout op de schietbaan levert wellicht een situatie op die je nooit mee wil maken. Ja, precies. En hoe heb jij jezelf daarin ontwikkeld, specifiek even naar het vuurwapenonderwijs? Heb je misschien jouw visie daarop of hoe je te werk ging? Hoe is zich dat gedurende de jaren ontwikkeld? Want je hebt best wel veel verschillende groepen getraind ook, hè? Ja, ja. Nou ja, waar je vooral in ontwikkelt is welke mate van vrijheid of autonomie kan ik aan een doelgroep geven met dit middel? En net voor de opnames hadden we het er nog zo even over, hè? De veiligheid is terecht steeds belangrijker. Daar worden we ook steeds vaker op bekeken. Hè? Als het misgaat, moet je ook echt kunnen verantwoorden dat je alles hebt gedaan om te voorkomen dat het misgaat. Maar toch heb je in opleiden te maken met een doelgroep die in een bepaalde cultuur en in een bepaalde context werkt. En als die in de operatie gewend zijn om heel zelfstandig met middelen om te gaan, in dit geval met vuurwapens, moet je daar in je onderwijs naartoe werken. Ja. Dus je ontkomt er niet aan om dan in je methodische opbouw van wellicht heel gesloten naar meer open, van heel veel controle naar meer vrijheid te gaan. Ja. Want het werkt ook niet om ze heel gesloten op te leiden. En als ze dan de poort uitlopen, dat ze dan volledig vrij zijn om met dat wapen te werken volgens de procedures die ze hebben aangeleerd. Nee. Dus als je mensen zelfverantwoordelijk wil maken voor die beroepspraktijk, dan moet dat ingebed zijn in je onderwijsopbouw. Heb je dat voor elkaar weten te krijgen ook? Of jij, maar je, we? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Met de nuance dat de gevolgen van fouten zodanig sterk zijn dat we steeds meer er niet aan ontkomen om gewoon op die schietbaan heel strak en veilig te werken. En andere middelen, dus niet met scherp werken moeten zoeken waarin je wellicht wat meer richting die praktijk gaat werken en waarmee je mensen meer vrijheid geeft. Ja. Dan heb ik één vraag die je bent, nu kan ik hem stellen aan je, want die houdt me lang bezig. Hè? Maar we hebben het er natuurlijk in het verleden wel eens over gehad. Maar als je alleen met simunition zou gaan trainen, met simunition dus met de oefenwapens, met verfpatronen, om het even plat te slaan, in gewoon oefeningetjes naar scenariootjes. Dus gewoon niet meer met scherp. Wat levert dat net zoveel op als dat we... Of moet je echt ook nog met scherp blijven trainen? Ja, ik zet je even voor het blok, maar... Nee, dat is een hartstikke mooi blok, want dat blok hebben we al vaker besproken samen. Ja. Dus dat is alleen maar hartstikke mooi. Het zou een heel mooi onderzoek waardig zijn. Dus het zou heel interessant zijn om dat nou eens echt middels een goed gefundeerd onderzoek te testen. Mijn aanname is dat het werken met scherp op de schietbaan minder kan. En dat juist het werken in die context van de praktijk, met andersoortige oefenmunitie, simunition, maakt niet uit wat je daarvoor kiest, maar dat veel meer zou mogen zijn. En dan kan je kijken van die vaardigheid, die kunnen we nog op die schietbaan trainen. Natuurlijk het echte wapen, dat moet ik gevoeld hebben, daar moet ik vaardig in zijn. Ik moet met die terugslag kunnen dealen. Ik moet dat gevoel ook hebben van ik werk met een vuurwapen. Daar moet ik ook heel omzichtig mee werken. En dat is nadelen van natuurlijk oefenwapens met andersoortige munitie. Is wat er altijd bij komt, is dat mensen het wellicht minder gevaarlijk vinden en dan minder scherp zijn op hoe daarmee te werken. Maar de vaardigheid, het leren schieten, het wapen goed vasthouden, die trekker overhalen en bij wijze van spreken een kartonnen kaart raken, maar daar kan ik heel goed in zijn. Maakt niet dat ik op straat de juiste handelingen doe, daar zou treffen.
Of juist met dat wapen omgaan. Dat vraagt echt die training in die praktijkcontext waarin het plaatsvindt. Het woord komt nu herhaaldelijk terug, hè, die praktijkcontext. Uiteraard wel een beeld daarbij. Maar kun je aangeven, is dat geen vanzelfsprekendheid dan? Dat we in de praktijkcontext... Steeds meer. Hè? We zien gelukkig in heel die ontwikkeling van de afgelopen jaren... dat daar waar we vroeger wellicht veelvuldig in een dojo stonden... dat je nou diezelfde vaardigheden traint in je uniform, in een praktijkstraat... terwijl je bij een politievoertuig staat, ik noem maar iets. Ja. Want dat is die praktijkcontext. Ja. Hè, op het moment dat je moet leren om in die robuuste praktijk, die heel complex is... om daar je vaardigheden, je besluitvormingsprocessen goed te kunnen nemen... dan moet je in die context ook getraind zijn. Ja. Je kan nog zo goed die karatetrap leren in een pak met een zwarte band aan... omdat je op dat niveau bent. Dat is heel anders als op straat, in het moment, onder druk, met veel chaos... dan ook die vaardigheden op te roepen en die even effectief in te zetten. Ja. Dat is gewoon heel anders. Ja. Dus je moet vooral die ervaring bieden in training. En daar zit natuurlijk een soort van onmogelijkheid in. Omdat we in de training nooit volledig na kunnen bootsen hoe het op straat echt gaat. Nee. En hoe gaan we daarmee om? Trouwens even een klein bruggetje. Gijs Tuinman, die vroeg mij ooit een keer van... als je toch een vraag stelt, dan zou een mooie vraag zijn van... hoe bereid je mensen in training voor op onbekende situaties? Dit is ook een beetje zoiets, hè? Ja, door ze onbekende situaties voor te schotelen... als ze uiteindelijk alles in de rugzak hebben gekregen... om daarin te kunnen acteren. Hè? Dus je hebt voorwaardelijkheden nodig in je rugzak... om op het niveau van besluitvorming eigenlijk te gaan trainen. Ja. Als ik geen vaardigheden heb om een bepaalde keuze uit te voeren... eindigt die daar. Ja. Als ik alleen de vaardigheden heb... maar ik ben niet getraind om het besluit te nemen... eindigt die mogelijk ook daar. Ja. Dus je hebt het beide nodig. Ja. En ik denk dat we heel vroeger... wat meer geënt waren op die zuivere vaardigheden. Ja. En veronderstelden dat er dan transfer plaatsvond... en retentie naar die praktijk. Ja. Zien we nu... dat je vooral heel erg die realiteit na moet bootsen. Ja, in de training. In de training. Ja. In de wetenschap dat ik nooit de hele harde realiteit na kan bootsen... die er in de werkelijkheid natuurlijk is. In de training weet ik nog altijd dat ik 's avonds thuis kom. Mm-hmm. Altijd. Ja. Ik weet dat die training 1,5 uur duurt over het algemeen. Misschien een middag. Ik weet dat ik tussendoor pauze krijg. Ik weet dat ik misschien een keer iets van pijn ervaar... omdat ik een klap krijg. Maar het is altijd met beschermende middelen. Je hebt in training nooit de werkelijke realiteit van... hey, kom ik hier heel levend uit en zie ik vanavond mijn geliefde weer. Ja. En dat maakt al het verschil. Hè? Dus laatst de uitzending van Wendy Dorrestein te kijken... die dat ook zo mooi weer uitlegt. Hè? Ontwikkelingen van topsport... met name de psychologie van topsport... die in het onderwijs terecht zijn gekomen... zitten heel veel goede elementen in. Maar die topsporter die loopt als hoogste risico... dat hij die medaille niet haalt... en dat hij faalt voor zijn of haar gevoel. Ja. Onze collega's op straat... in welke dienst dan ook... die lopen het gevaar dat als zij er niet aan uitkomen... zij gewond raken of niet thuiskomen. En wat doen wij daaraan als opleiders, trainers, docenten... Of staan we machteloos? Nee, ik denk niet dat we daarin machteloos staan... op het moment dat we zo goed mogelijk die realiteit nabootsen... en ze vooral heel veel ervaring in die daadwerkelijke context geven... dat ze daaraan uit kunnen komen. Maar uiteindelijk is het, denk ik, toch nog steeds de praktijkervaring... die de afsluiting is van je opleiding. Je wordt getraind en dan ga je... startbekwaam, zoals we dat dan noemen, ga je dat werk doen. Maar volgens mij ervaart iedereen dat na een verloop van tijd... die ervaring er ook nog eens bij gaat komen. Dus de ervaringsfactor in de daadwerkelijke praktijk... maakt dat je steeds ook weer beter wordt als het goed is. De eerste keer dat je mogelijk in een hele grote vechtpartij komt... weet je niet waar je moet kijken. Als je dat 10 keer mee hebt gemaakt... is je stresslevel hoogstwaarschijnlijk een stuk lager... en kun je daar wat makkelijker het overzicht in pakken. En ben je daarin zelf rustiger en gaat jouw systeem wellicht minder snel reageren.
Dus we ontkomen er niet aan om die praktijk ook als aansluiting op het leerproces te laten zijn. Ja. Gecombineerd met nog steeds dat onderhoud van vaardigheden, ja, in die besluitvormingsprocessen. Ja. Ik zit nu even te spelen met een hele gevoelige, gevaarlijke vraag die in deze situatie misschien lastig is, maar ja, ik zou eigenlijk willen vragen in hoeverre wordt, ik snap ook, hè, jouw rol als vertegenwoordiger van de Nationale Politie. In dit geval Politieacademie. Politieacademie, ja, inderdaad. Hè, en van, het heeft een beetje te maken met wordt training serieus genomen? En ik ben zelf IBT-docent geweest, dus ik weet er alles van dat ik graag meer uren had of een andere verdeling van uren. Ja. Maar als je puur even naar de... Ja. Nee, die moet je gewoon stellen, Erik, die vraag. En mijn antwoord is heel simpel. Die training wordt hartstikke serieus genomen. Alleen heb je als docent een andere ambitie. En dat is dat je altijd meer wilt trainen. Alleen we leven tegelijkertijd in de realiteit van opleidingen die een bepaalde tijd kunnen en mogen duren. We leven in een maatschappij die is op geld berust. Dus geld is altijd een issue als het gaat om opleidingen en trainingen. En dus het aantal uur wat je voor bepaalde thema's krijgt. En in die realiteit moet je ook kunnen acteren. Dus ja, de utopie die wij graag zouden willen hebben, die gaan we nooit bereiken daarin natuurlijk. En natuurlijk, we zouden het liefst elke week mensen een trainingsdag willen kunnen bieden. Ja. Vanuit onze passie voor datgene, ja, wat wij doen in die organisatie. Ja. Maar dat is niet het enige wat er moet gebeuren. Nee. Dus vanuit een bredere context moet je dit ook kunnen bekijken. Ja, we vinden training superbelangrijk. En steeds meer het leren van geweldgebruik vinden we steeds meer belangrijk. Hè? Dat we niet wegkijken voor leermomenten in die praktijk, maar dat we daar iets mee doen om het in de toekomst steeds beter te doen. Dus die staat hoog in de ambitie. Ja. Maar we ontkomen er niet aan om te werken binnen een kader van beperkingen. Ja. En binnen die beperkingen, hoe doen we het dan in het algemeen, wat jij zo ervaring? Is er ruimte voor positieve verbetering? Of waar heb je aan gewerkt de afgelopen jaren? Er is altijd ruimte voor positieve verbetering. Ja. Op het moment dat je dat niet meer vindt, dan zie je het denk ik niet meer. Maar daarin moet iedereen naar zichzelf, ja, kijken. Hè? Het is vooral de kracht om, overigens een belangrijke eigenschap van een trainer, een instructeur, docent, welke term je er ook voor pakt, is die zelfreflectie. Ja. Is die reflectie op, heb ik mezelf nou zo effectief mogelijk daar neergezet of ingezet als instructeur, als docent? Want ja, feitelijk ben je een instrument van de organisatie. Hè? Je hebt er een bepaalde rol. Het gaat om die operationele collega. Het gaat niet om jou. Nee. Je hebt de taak om hem of haar goed voor te bereiden voor die praktijk. En in, ja, dit geval dan in het geweldsdomein. Dus je moet altijd terugkijken en altijd proberen te zien waar je beter kan. Ja. Wat is jouw bijdrage geweest daaraan? Ik schiet mij heel veel dingen te binnen, maar dan ga ik ze opnoemen. Wat je er net al zei, jij hebt bij mij in de opleiding gezeten. Daarin was ik een van de docenten. Dus ik vind het heel moeilijk vaak om te zeggen, wat is jouw bijdrage daar dan van? Dit zou jij beter kunnen benoemen. Maar ik hoop, laat ik de hoop uitspreken, dat ik hem vooral met een aantal andere collega's die didactische kant, de agogische didactische kant van training heb verbeterd. Waardoor de effectiviteit van een training beter wordt. En kun je dat eens, want dat zijn natuurlijk twee hele complexe woorden, didactisch, agogisch, in de zin van gevoelsmatig. Heb je daar een voorbeeld van? De menskant. Okay. Als het gaat om die agogische kant, heb je oog voor de mens die voor je staat. Ja. En zie je dat een belangrijke rol is dat je, agogiek, het bewustplanmatig beïnvloeden van het gedrag van mensen, die veranderingen in ieder geval daar leiding of sturing op geven. Overigens wel een zelfgewilde verandering. Hè? Ja. Die kant van het onderwijs, die vind ik heel belangrijk. Ja.
Want het gaat om effectiviteit van, van je docentschap. Ja. En hoe je het went of keert in leerprocessen, ben je bezig met mensen die je moet zien te motiveren. Als het al uit zichzelf niet zijn, heb jij daar een rol in. Om te willen leren, om te willen veranderen. En daar start het. Ja. Je kan koud met inhoud komen. En in bepaalde contexten kan dat ook prima werken. Maar we zien steeds meer. Dat als je effectief wil zijn in je docentschap, dat je die mens niet moet vergeten. Ja. En alles hoe wat achter de mens speelt in het kader van leren en ontwikkelen. En hoe doe ik dat? Ik zit niet naar een drukje of zo, maar voor de docent, voor de IBT-docent of defensiedocent die luistert, die denkt nou van ja, dat is dan wel leuk, die menskant, maar geef me eens een concrete tip. Een concrete tip. Hoe doe ik dat dan? Er staat zo'n groep voor je. In de basis moet je interesse hebben in die mens die voor je staat. Aha. Dus je moet echt geïnteresseerd zijn in wie staat hier? Het moeten niet 12 nummers zijn waar ik mijn les op afdraai die ik heb voorbereid. Nee, ik wil naar die groep kijken. Hoe komen ze binnen? Wat hebben ze meegemaakt? Wat hebben ze die dag meegemaakt? Dat is al belangrijk om te weten voordat je met een groep gaat werken. Dus dat zou je kunnen doen door middel van een vooraf gesprekje of zo? Of zo? De check-in die je tegenwoordig vaak ziet. Hè? Hoe zit je erbij? Hoe sta je erbij? Maar vooral ook op de ALO noemden ze het fingerspitching gevoel. Ja. Van kijk je in de ogen van mensen en zie je dan dat er mogelijk iets speelt. Ja. En durf je daar ook op te acteren. Ja. Hè? Durf je dat te adresseren. Ja. Van ik zie dat je niet lekker in je vel zit. Ja. Klopt dat? Ja. En dat je daar rekening mee kan houden in je training. In plaats van, hey, jij staat hier in de training. Het gaat hier om mij. Ja. En jij hebt mijn les te volgen. Dus dat is de interactie ook. Ja. Interactie, ja. Verbinding maken. Ja. Daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de mens die er staat. Met wat die mens met zich meedraagt. Ja. En daarop aan kunnen sluiten. Ja. Het gaat feitelijk om je beginsituatie, didactisch gezien. Ja. Een term die ik denk in alle opleidingen van in trainer, instructeur tot docent altijd terugkomt, is het in kaart brengen van die beginsituatie en daarop aansluiten. En in die beginsituatie zit niet alleen hoeveel mensen zijn het? Zijn het mannen, vrouwen, welke leeftijd? Het zijn er 12. Dat is allemaal heel belangrijk om te weten voordat ik mijn training ga geven, zodat ik weet hoe ik mijn organisatie daarop aanpas. Maar wie komt er in mijn training en wat hebben ze meegemaakt? Waar staan ze? Vanuit welke cultuur komen ze? En dat is al belangrijk. Ja, daar heb jij ook wel mooie ervaringen mee. Hoe van de ene doelgroep de andere cultuur heeft dan de andere doelgroep. Want ik herinner me, in het voorgesprek had het nog over dat je bij een specialistische eenheid dan tegen een andere cultuur aanloopt als bij, even zonder de eenheden te noemen, hoe moet ik dat voorstellen? Nou, met name in de wijze waarop je je les organiseert en in welke werkvormen je zaken wegzet. Hè? Ja. Als we het hebben over didactische werkvormen, dan is dat feitelijk de verpakking die ik om mijn inhoud heen zet en hoe dat ik hem aanbied. Ja. Nou, dat kan door ik vertel het en jij luistert, ik doe het voor, jij doet na. Maar dat kan op velelei andere manieren in de zin van je zet in groepjes mensen met een opdracht aan het werk om dat gezamenlijk te bekijken en daar gezamenlijk iets over uit te vinden. En ik begeleid dat proces. Ja. En daar waar dat bij de ene doelgroep heel erg goed werkt, omdat die studenten zo opgeleid zijn, omdat dat in die cultuur normaal is, kan dat natuurlijk bij specialistischere eenheden vanuit die cultuur helemaal niet passen. Ja. Die zijn van nature gewoon veel meer gewend om te horen te krijgen. Ik doe het voor, jullie doen het na. De meer directe instructie. Ja. Waar op zich niks mis mee is. En hoe pak jij dat dan aan? Jij ziet op een gegeven moment zo'n dat weet ik niet hoor, maar ik kan me kunnen je zet een werkvorm in bij een bepaalde doelgroep. En dan? En dan schakel je terug. Je moet. Okay. Dan breek je het ook maar gewoon open. Kom bij elkaar. Ik zie dat deze werkvorm niet werkt. Kunnen jullie mij eens meenemen in waar je nu tegenaan loopt? Breek hem maar open. Betrek ze er maar bij. Ja. Er is helemaal niks erg aan voor een groep ook aangeven dat je wellicht even de snaar net niet raakt, of dat je een verkeerde vorm kiest op dat moment. Want als ook docent blijf je jezelf ontwikkelen, leren. En er zijn altijd weer unieke situaties waarin iets van je bevraagd wordt, wat je misschien nog niet eerder hebt meegemaakt. Ja.
overeenkomstig met die praktijk, hè, daarbuiten. Ja. Of dat dan voor politie, defensie, ambulance, brand, maakt niet uit. Er is altijd een situatie waarin je wellicht niet meer kan varen op wat je geleerd hebt of op je ervaring. En dan moet je het open leren breken. Ja. Kun je dat? Ja, dat denk ik wel. Daar heb ik wel een aantal ervaringen in opgedaan. Zowel positief als negatief. Hè? Daar waar je het niet doet, dan doet dat afbreuk aan de kwaliteit van je training en wat ze van die training vonden. En daar waar je het wel doet, weet je hem wellicht weer om te draaien. Ja. Hè, dus het aanpassen van jezelf aan die doelgroep is gewoon enorm belangrijk. Ja. En eventjes een ander onderwerp, dat is scenario simulatietraining. We hebben het al over realistisch trainen gehad. Hè? Ja. En op dat gebied, nou, daar ben ik zelf bij geweest, daar zijn best wel stappen gemaakt, denk ik. Mede door jou en Pascal Martens en andere collega's. Kun je kort beschrijven, wat zijn daar de ontwikkelingen in geweest, als je kijkt naar hoe we scenario's en simulaties wegzetten? De grootste ontwikkeling is, hoe groot maak je een scenario op basis van het doel wat je ermee hebt? En hoe lang praat je na, dus hoe lang evalueer je, om het leereffect van dat scenario te bekrachtigen dan wel te vergroten? En wat in de geschiedenis, nou, daar hebben we het voor de uitzending over gehad, hè? Waar iedereen wel ervaring mee heeft, is dat vroeger een groot scenario behoorlijk lang werd nagesproken. En wij hebben op een gegeven moment de term gehad, en die zie je vaak terug, je praat niemand beter. Je kan met een evaluatie en met tips kan je bekrachtigen wat er in dat scenario geleerd moest worden. Maar het is het aantal herhalingen wat je daarin maakt, gekoppeld aan succesbeleving wat je daarin hebt, dat maakt dat je gaat leren daarin. Dus het gaat om herhalingen en om die succesbeleving. Ja. En je evaluatie zo effectief mogelijk te maken op datgene wat je voor ogen had. We zagen ook dat er in een evaluatie van een scenario 30 verschillende punten naar voren werden geschoven die je fout dan wel goed deed. Maar ik heb er nog nooit 30 kunnen onthouden voor een volgende ronde. En het liefst maak je dan ook herhalingen op eenzelfde rol, dezelfde positie, zodat dat je iets kan met die tip die je net gekregen hebt. Ja. Herhalingen. Het valt nog steeds, valt of staat nog steeds met herhalingen maken. En doen, hoor ik je zeggen. Doen in de actie, ja. En volgens mij zie je dat in alle literatuur die je daarover leest. Decision-making skills, het leren nemen van beslissingen, leer je ook alleen maar door ze heel vaak te nemen. Ja. En waarschijnlijk dus ook daarin veel fouten te maken en daarvan te leren. Ja, maar dat mag ook, fouten maken. Ja, ik hoor tegenwoordig over allemaal positieve ervaringen. Je ontkomt er niet aan om in een leerproces fouten te maken, want anders kon je het kennelijk al. Nee. En onze definitie van iets kunnen is niet als het een keer lukt. Nee, je kan het als het niet meer fout gaat. Ja. En leren kan niet gedefinieerd worden als een toevalstreffer waarbij het goed doet. Ja. Het mag niet meer fout gaan. En zowel in vaardigheid als in decision making, besluitvormingsprocessen, moet je veel ervaring hebben om dat goed te leren kunnen. Ja. En dan mag je fouten maken. Maar het is de kracht van de docent-trainer die zorgt dat jij vooral ook heel veel succesbeleving hebt. Want die is belangrijk. Die is superbelangrijk. Ja. Die is superbelangrijk. Voor je zelfvertrouwen, het motorisch systeem, als het gaat om motorisch leren, vraagt om succesbeleving. Want dat maakt dat het systeem het gaat adopteren en dat het leert toepassen. En voor je zelfvertrouwen is het gewoon heel belangrijk om te horen wanneer je het goed doet. Ja. 9 van de 10 keer weet je zelf al lang dat je het niet goed hebt gedaan. Dus daar heb je vaak niemand voor nodig om dat te horen. Dus het is vooral die positieve bekrachtiging van datgene wat je goed doet. Ja. En het is de kracht van de docent om jou in zo'n situatie te zetten dat jij het naar alle waarschijnlijkheid goed gaat doen. Maar wel met een uitdaging. Maar wel met een uitdaging. Ja, precies. Je moet geprikkeld worden. Ja. Je moet geprikkeld worden om beter te worden. Ja. Hey, dan hebben we nog een kleine 10 minuutjes. Ik wil nog even naar één specifiek dingetje inhoudelijk vragen. En daarna de kans geven om nog even te reflecteren. En misschien vooruit te kijken wat je de toekomstige docenten toewenst aan ervaring en kennis. Maar het schiet me nog even binnen. Jij hebt ooit de AMOC training gevolgd. Ja. Zelf als deelnemer. Hè? Dat, laat ik het even vertellen als school shooting
Toen werd het amok genoemd, hè? Amok. Tegenwoordig noemen we het extreem geweld. Ja, precies. In de zin van het woord. En ik weet dat jij daarvan terugkwam en wat jij toen met ons deelde was dat je vooral heel goed wist wat je niet allemaal goed had gedaan. Maar daar had je wel wat lessen uitgetrokken, geloof ik, hè? Uit die... Nou, ik heb toen in Canada heb ik een opleiding gevolgd die daar voor instructeurs bedoeld was, waarin je leerde om die trainingen weg te zetten, volgens de Canadese procedures. Maar dat onderwijssysteem was heel erg geënt op selectie, continue selectie, continue beoordeling. Dus er zat geen oefenfase in. De eerste keer dat je überhaupt in de vaardigheidsfase het goed moest laten zien, had je gelijk een assessmentboek en werden de beoordelingen gezet. De eerste keer dat je als instructeur daar een oefening moest begeleiden, stond er een beoordelaar naast. Dus het was beoordeling en het was niet leren. En tuurlijk, wat je ziet, is anders blijven ze dat niet doen, is dat mensen daar ook van leren. Maar onder welke druk? En wat is het daadwerkelijke leereffect? En vallen er dan geen mensen onnodig af? Leren is geen selecteren. En dat kan soms hand in hand gaan. Dat kan. Je kan kijken in systemen naar doorlopend beoordelen. Maar feitelijk leren we vooral van, in het onderwijs noemen we dat dan formatieve beoordeling. Hè? Gewoon coaching op datgene wat je goed doet. Ja. Waar liggen je ontwikkelpunten? Heel gericht aan de gang gaan met waar je nog beter kan worden. Maar dan weer positief en bekrachtigd worden. In plaats van dat daar gelijk een beoordeling op zit die bepaalt of jij in de opleiding blijft, ja of nee. Ja. En dat is weer zo'n... Dus leren en beoordelen uit elkaar halen, dat is één van de lessen? Ja, voor mij wel. Ja. Voor mij zeker. Ja. Omdat ik daar heel sterk ervaarde wat het met je deed. In een vreemde cultuur, natuurlijk, ik kan redelijk, denk ik, Engels praten, maar je zit daar niet in je eigen taal op dat moment. En je komt onder druk te staan, want je moet iets laten zien. Ja. En je wordt meteen beoordeeld. Die druk, die voel je. En ik heb dan meegemaakt dat er instructeurs op dag 3 de training uit werden gezet. Want die hadden niet meer de tijd om het aantal fouten, het onvoldoende wat ze hadden op scenario's, om die nog goed te maken. Ja, ja, ja. Dat was gewoon einde opleiding. Ja. Dus daar ligt de druk wel heel hoog, zeg maar. Daar ligt de druk heel hoog. En je kunt je echt in alle oprechtheid afvragen of je dan niet iemand naar huis stuurt die gewoon een hele goede instructeur kan worden. Ja. Hoe valide... In die taal, hè? Hoe meet je daar wel wat je wil meten? Dan tot slot, terugkijkend op jouw werkzaamheden tot nu toe. Ook al ben je natuurlijk nog een jonge god. Hou ik mezelf ook nog wel eens voor, maar ik heb natuurlijk niet meer. Nee, maar goed, ik denk dat ik namens veel IBT-collega's spreek. Mensen hebben vaak goede herinneringen aan jouw lessen. Gewoon door je kundigheid in wat je net gezegd hebt. Als je nou terugreflecteert van wat het jou heeft gebracht, maar misschien nog wel meer nog naar de jonge docent toe, die nu aan het begin van zijn of haar carrière staat op politieonderwijs. Wat heb je geleerd wat je nog zou willen delen? Zorg dat het je passie is, je bestemming om dat op dat moment te doen. Want de mensen die je traint, zijn er afhankelijk van in de echte wereld. Jij staat in die namaakwereld die we nabootsen om ze voor te bereiden op die echte wereld. Zorg dat je daadwerkelijk altijd het beste biedt wat je kan op dat moment. Onder de voorwaarden die daarvoor zijn. Hè, en die kunnen heel divers zijn. Ja. De kaders die we nou eenmaal hebben. De afspraken die in een organisatie gelden. Die wellicht in je in je bedrijf gelden. Als je voor een bedrijf werkzaam bent. We hebben nou eenmaal altijd kaders. Ja. Maar als je de mens die je traint serieus neemt. Dan zet je niet jezelf centraal. Dan gaat het om degene die het werk echt uit moet voeren. Ja. En heb daar heel veel passie en respect voor. En probeer daar heel erg op aan te sluiten. Ga op zoek naar wat de mens in de operatie echt nodig heeft. Welke operatie dan ook. En zet niet jezelf centraal. En wat heeft dit werk jou, Marco, als mens gebracht? Een continue ontwikkeling van jezelf. Want dat is wat docentschap met je doet. Als docent sta je in een glazen huis. En zeker in het werk van een docentenopleiding verzorgen. Want op het moment dat je docenten gaat opleiden en je gaat vertellen hoe dat zij les moeten geven, moet je het op de eerste plaats ook wel goed voordoen. Hè? Mm-hmm. Het practice what you preach principe. Ja. Dus je wordt op een andere manier bekeken als
een instructeur die een voetbaltraining geeft. Ja. Die wordt ook bekeken. Die heeft ook een bepaalde druk. Maar deelnemers kijken veelal niet naar hoe past hij nou de didactiek toe. Nee. Doet hij dat zoals hij dat vorige week heeft uitgelegd aan ons? Ik heb vorige week feedback van hem gehad. Kan hij het ook voordoen? Hoe dat het dan wel moet? Ja. Of doet hij het zelf ook af en toe niet zoals hij zelf pretendeert dat het zou moeten? Dus het heeft jou wel in positie. Het heeft jou tussen de zes even samen heel erg veel gebracht. Ja. Heel erg. Ik durf te zeggen dat je er een beter mens van wordt. Nou, een betere afsluiter is er niet. Ben ik nog iets vergeten te vragen waarvan je zegt, hier kwam ik helemaal voor. Nee, absoluut niet, Erik. Ik heb vooral het gevoel dat we nog 86.000 uur door zouden kunnen gaan. Dat gaan we ook omdat doen. Omdat het heel snel gaat. Ja. Het is voor mij de eerste keer dat ik zoiets doe. Ik ervaar best wel een tunnel. De gesprekken daar, de vragen, het gesprek gaat snel. Ja, en ik zou zo 1000 dingen kunnen noemen waar we nog de verdieping op in zouden kunnen gaan om daar samen over te sparren en daar mensen iets in mee te kunnen geven. Nou, laten we er bij deze. Hè, je hebt ook een mooi hoofdstuk geschreven in het boek Frontlinie Training. Ik denk dat we dat ook wel gaan doen, Marco. Mooi. Ja, ook namens alle IBT-collega's en andere collega's, dank voor je. Graag gedaan. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Scherpschutters, dit was het weer voor deze keer. En uit.